hopelijk krijgen we meer turrets en aerial blades. Die zijn leuk. To maintain a constant testing cycle, I simulate daylight at all hours and add adrenal vapor to your oxygen supply. So you may be confused about the passage of time. The point is, yesterday was your birthday. I thought you'd want to know. Oh, ik was jarig. Kijk, het ziet er nu al veel netter uit. Er zitten nog wel hier en daar wat dingen, maar het valt mee. Had heel erg gekund. You know how I'm going to live forever, but you're going to be dead in 60 years? Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Well, technically, it's a medical experiment. What's important is it's a present. Heel lullig. Ik ben een medisch experiment geworden. Oké. Okay. Aardig van haar. That jumpsuit you're wearing looks stupid. That's not me talking. It's right here in your file. On other people it looks fine. But right here a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does a neck-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait, it's a she. Still, what does she know? Oh wait, it says she has a medical degree. In fashion. From France. Oké, wegwezen jij. Zo, die is weg. En... Oh. Wow. Rustig. Oh, dat helpt niet. Dat helpt helemaal niet. Oké, hierzo. Die kan ik nog gebruiken. Oeh, geweldig. Haha, pak me dan. Kom dan. 8 uur. Ah, tuurlijk. Zo. Wat? Sorry daarvoor. Ging even technisch wat fout. Maar ik ben gewoon hier. En die hebben we ook weer. We moeten hier reizen en dan. Oeh, ik ben boos. Ah, die dingen schieten te veel. Check dit. Oké. Okay, welke tel? Hallo. I'm going through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find two with your last name. A man and a woman. So that's interesting. It's a small world. Dat is zo'n filmpje van hoe het kan dat er zoveel kogels in een turret zitten. Dan zie je letterlijk gewoon dat het helemaal leeg is, die turret. Dat is gewoon helemaal vullen met kogels. En dat ze in plaats van hem echt afschieten met het kuitdeel van de kogel, dat ze echt gewoon met een veer of zo afschieten. Dan heb je ook... Heb je ook iets van... Dat was nog iets van 60% meer kogel of zo. Van ja, we schieten 60% meer kogel af. Echt vet droog is dat. Oh ja, dit is... Schiet dan. Oh shit. Oh, wacht. Dat is waar ook. Helemaal vergeten. Kom dan. Ja, oké. En dan gaan we nu de rest afvallen. Letterlijk verbranden. En dat waren ze. Yeah.
GLaDOS, zo heet ik weet telkens die naam, kijk één keer naar wat ze zegt. In ieder geval, nu niet. En dan weet ik het weer. GLaDOS, zo heet die robot. Afkorting voor iets, denk ik. It says this next test was designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Kortom, die gas is doodgaan op zenuwgas. Of zo. Zenuw iets. Die moet daar. Even kijken. Oh ja, nu weet ik het weer. Daar zou ik hem schieten. Rechts pakken. Hier zo. Recht boven dit ding plaatsen. Ga ik hier opstaan en schiet ik. Nou, moet ik wel opstaan. Zie ik die en wat staan. I bet you think I forgot about your surprise. Okay. I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. After all these years, I'm getting choked up just thinking about it. Oh, ik ook. Ik vind het zo geweldig. Ik krijg eigenlijk een cadeautje. Please laat zo'n robotje zijn. Ik wil er echt heen. Kijk. Oh. Nou, dat was het dus alweer. Bedankt voor het kijken en... Tot chapter 4, The Surprise. Doei!